Achter me, in het gemeentehuis van Zoeterwoude, stelt burgemeester Fred van Tricht vrijdagochtend officieel de kandidatenlijsten vast voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zoeterwoude. Dankzij de aanwezigheid van vier ambtenaren werd aan de minimale bezetting voldaan en kon Van Tricht met de lijst aan de slag. Ik lees u, omdat het in Zoeterwoude overzichtelijk is, de namen van de kandidaten voor. Op nummer 1 mevrouw Merna van der Poel, op 2 de heer Pieter Goossen, op 3 de mevrouw Milika Oppen. In totaal doen 41 kandidaten verdeeld over 4 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zoeterwoude. Dat betekent dat progressief Zoeterwouden lijst nummer 1 gaat worden. We <kijkt> hadden in 2018 de meeste stemmen. Nummer 2 krijgt het CDA, nummer 3 wordt de VVD en nummer 4 wordt seniorenbelangen. Zoeterwoude. Nou, ik zie de hele grote schade mensen die hier aanwezig zijn geen bezwaren indienen. Dat betekent dus dat uh, er tijdens deze zitting geen bezwaren tegen deze lijsten en kandidaten zijn ingebracht en kunnen wij overgaan tot ondertekening van het proces verbaal. Heeft Zoeterwoude een bijzondere lijst? Nou, uh, waar ik Waar ik eigenlijk wel blij mee ben, is dat toch nog bijna 37% van de kandidaten nieuw is op de, op de lijsten. Uh, we lezen allemaal in de krant dat het ongelooflijk moeilijk is om voor uh, de politiek, de lokale politiek, om daar uh, nieuwe kandidaten voor te vinden. En als dat hier uh, toch gelukt is met 37% van de kandidaten, vind ik dat een mooie score. Van Tricht is tevreden, nu zijn de partijen aan zet. Ja, nee, uh, ja, ik, ik, moet zeggen, ik moet zeggen Robert, ik vind het tot nu toe een soort van angstvallig stil. Nou kan het natuurlijk zijn dat ik niet alles gezien heb. Maar uh, ik denk dat de, nu de, de partijen ook echt uh, aan de slag zullen gaan met campagne voeren. Als het goed is komen er binnenkort ook uh, grote borden in het uh, dorp wat, of wat meer plekken dan in het verleden. Dus dan gaat het misschien ook wat meer leven onder de, onder de inwoners van, uh, van Zoeterwoude. Ja, en ik, ik hoop dat uh, dat zullen we als gemeente doen, maar ik hoop ook dat de partijen uh, onze inwoners oproepen om ook echt naar de stembussen te gaan. Want dit is wel het moment. Uh, uh, ook gedurende die vier jaar, maar nu bepaal je echt welke partijen toch straks uh, maximaal invloed gaan uitoefenen op, op de lokale uh, politiek en wat er gebeurt in Zoeterhouden.